Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Maurice Schaaf staat bekend als een echte VVV-man. Hij speelde maar liefst 12 seizoenen in Venlo en is ook nu nog steeds in dienst van de Noord-Limburgse club. Toch heeft de voormalig aanvaller ook een onlosmakelijke band met Roda, waar hij 2 seizoenen heeft gespeeld en zijn beste jaren uit zijn carrière beleefde. Schaaf, goeie genade, zeggen de kopstoot. 4-0. Vandaag kijkt Schaaf, die tegenwoordig ook zijn eigen bedrijf heeft, terug. We hadden toen een team, ieder voor allen en alle voor iedereen. En iedereen werd er ook bij betrokken rondom de club. Van supporters tot bestuur, tot poetshulp, kantinehulp. En iedereen was betrokken bij het succes van Rode JC. En ja, dat gaf ook gewoon zo'n geweldig magisch gevoel. En daarna blijf je op zoek naar dat gevoel wat ik bij Rode JC had. En ik heb het nooit meer ergens gevonden. Goh, zet de bal over een hoofd aan. Graaf. Graaf, zo! Maurice Graaf. Die moesten we meetellen, deze goal. Heb je alles eruit gehaald wat erin zat? Ja, dat is een lastige vraag. Wat is alles? Bij Rode JC wel. Daar had ik het gevoel dat ik echt boven mijn eigen top uit kwam. Alleen daarna, ook door de keuzes die je maakt, ben je altijd op zoek geweest naar wat je toen gebracht hebt, maar ook naar het gevoel wat ik toen bij Rode JC had. In 1994 maakte Graaf de overstap naar Roda, dat toen zeer succesvol was. Een van de geheimen achter dat succes was de trainer Huub Stevens. De allereerste training van mij dat ik op het veld erbij was, wipt hij de bal omhoog en hij zegt vang. Dus wat doe je als nieuweling? Je vangt de bal. Hele groep 50 keer opdrukken, zei hij. Want je moest met de handen van de bal blijven. Toen dacht ik nog, goh, wat een lul die Stevens. Maar later begreep ik, hij moest toch ergens die krachtoefeningen instoppen. En hij deed dat op zo'n manier, want wat gebeurt er een dag later? Komt de volgende nieuweling die voor de eerste keer traint. Dus je gaat je voorstellen, zegt, luister, één ding, blijf met je handen van die bal af. Want anders moeten we 50 keer opdrukken. Trouwens, ik ben Maurice, goedemorgen. Zo ging het, dus je ging elkaar corrigeren. En ik geef nou een heel simpel voorbeeld van het hands maken. Maar dat is wat Stevens bereikte door heel rechtlijnig te zijn en heel duidelijk ging je elkaar corrigeren zodat hij het niet hoefde te doen. En dat gebeurde later in het veld ook. Er stond gewoon een heel volwassen team wat de leiding van de kant, waar het moeilijk ingrijpen is onder een wedstrijd, niet nodig had. Die corrigeerden elkaar in het veld en op de training. Na 2 succesvolle seizoenen in Kerkrade, waarin hij 22 keer scoorde, kreeg Graaf te horen dat hij nog moet blijven, maar dat hij waarschijnlijk minder zou gaan spelen. Ik had er wel vrede mee, want het team, want ze speelden gewoon goed. Alleen toen meldde NEC zich of ik wilde komen. En ik had zoiets van, ja, om hier 12e man te zijn of bij NEC in de spits. En toen heb ik te snel voor de dollars gekozen. Want het rare was, bij NEC kon ik veel meer verdienen dan bij Rode JC. Ja, als ik iets had kunnen terugdraaien, was het die beslissing. Wat heb je er echt spijt van? Ja, ik ben niet iemand die als hij eenmaal besloten heeft nog vaak terugkijkt. Maar ja, je wordt vaak zoals nu gedwongen. Dan zeg ik van ja, NEC had ik dus nooit moeten doen. Dan had ik bij Rode JC en ja, Roda won een jaar later de beker. Het duel van aanstaande zaterdag is natuurlijk bijzonder voor Graaf. Ook in Venlo wordt er reikhalzend uitgekeken naar het Limburgse onderonsje. Het is altijd een bijzondere wedstrijd. Het is de enige derby, alhoewel de afstand naar Kerkrade vaak groter is naar sommige Brabantse clubs of naar NEC. Het is vooral ook belangrijk voor de supporters. Wat ik altijd raar gevonden heb, in Venlo kijken ze echt nog naar Rode JC als de vijand. De grote, kwaaie broer die alle goede spelers in het verleden daar weghaalde. En met afgunst. En de supporters van Rode JC kijken altijd veel milder naar Noord-Limburg. Dus ik snap dat ook. Dat probeer ik ze in Noord-Limburg nog te leren, maar dat gaat niet zo snel. Zal je erbij zijn in het stadion? Ik heb helaas een andere verplichting. Ik moet een vechtsportgala in Sittard aan elkaar praten. Dus hoe bizar kan het zijn die avond? Ik vind het wel jammer dat je die wedstrijd moet missen dan. Ja, en er is nog iets wat ook misschien ook nog dat moet missen. Is mijn vriendin is zwanger en is 12 oktober uitgeteld. Dus
6 oktober is vlak in de buurt, dus we hebben heel veel spannende dingen dan.